Ja, ik zei net, alles moet goed schoon zijn. En, want ja, begrijp je, alles moet wel goed gedesinfecteerd zijn. Zo, ja, goed. Nee. We nemen de trap, toch, Nathan? Yes! Je bent er weer! Geweldig bij een nieuwe aflevering van The Sport at a Home Workout! Jazeker! Je weet ondertussen wat de bedoeling is, hè? We gaan straks 10 minuutjes lekker oefeningen doen. Ik ben op zoek naar Lavetsi. Die zou hier ondertussen zijn. Wat komt daar nou aangewaggeld? Wat heb je in je handen, Lavetsi? Ja, iets van 8 kilo. Hé, wat sterk, man. Zie je wat er gebeurt na al die workouts? Ben jij er klaar voor? Ja. Of ben je al moe van het tillen van dat gewicht? Ik kan het niet. Ben jij er klaar tillen voor? We gaan starten. Ja, en dan gaan we naar de warming-up, die is belangrijk. En je ziet al een beetje aan ons dat er wat gaat gebeuren. Ben jij ook thuis al een klein beetje aan het bewegen zo? Ik ga namelijk straks de muziek starten. En dan mag je een half minuut lang je beste breakdance moves. Ja, breakdance moves eruit gooien. Lavetsi doet de grondskills. Ik doe de staande skills. Wat doe jij thuis? DJ, start de beat. En let's go! Goed. Oh, geweldig. Wat gooi jij eruit, hé? Oh, oei. Oei. Oh, ik had breakdance moeten worden, joh. Ik vind dat zo gaaf, jongen. Zo. Oh, Lavetsi, wat goed. Dit is echt een breakdance move. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En... we zijn beland bij de volgende oefening alweer. Maar papa, we kunnen toch niet naar het zwembad? Nee ja, ik wilde eigenlijk gaan zwemmen met jullie. Nu kunnen we niet naar het zwembad, maar we kunnen natuurlijk wel het zwembad naar je huiskamer halen. 3, 2, 1. En Lavetsi is begonnen met de... Hoe noemen ze deze slag ook alweer? Hoe noemen je deze slag ook alweer? Weet jij het thuis? Hoe noem je dit? Schoolslag? Oh nee, volgens mij is het geen schoolslag. Zinnenslag? Je mag wel wat harder zwemmen hoor. Want ja, we willen de overkant halen. Nee, geen vlinderslag. Het is de borstkrol. We gaan nu naar de volgende. Lavetsi is begonnen al. Hoe heet deze slag? En kan je hem snel uitvoeren? Kan je hem snel uitvoeren? Oh, ik schiet door dat zwembad heen. Hoe heet het ook weer? Rug, iets met de rug. Rugkrol! Ja! En nu gaan we naar de vlinderslag. Of is dit een andere slag? Wat voor slag is dit, Lavetsi? Schoolslag. De schoolslag! Ja, maar jij hebt helemaal geen school. Oh, jawel, thuis. Ga door. We gaan door naar de vlinderslag. Kom maar, dit is de vlinderslag. Beide armen tegelijk. En even, draai de pissen, 5 seconden. Snel. En ik heb nog zo gezegd, geen bommetje. Bloem. Papa, nee, dit haken naar hakkenbillen. Oh, hakkenbillen. Sorry, ik was helemaal... Oké, wat we gaan doen. 3 seconden, 2, 1 is Lavetsi volgen. Lavetsi mag bepalen wat we gaan doen. Wat zijn we aan het doen, Lavetsi? Hakkenbillen. Zeg het er maar bij als je gaat veranderen van oefening. Knieën. Oh, oké. Hakkenbillen. Hakkenbillen. Knieën. Hakkenbillen. Zo. Knieën. Zo. Hakkenbillen. Hakkenbillen. Wow. Knieën. Hakkenbillen. Moet dit, Lavetsi? Moet dit? Hakkenbillen. Knieën. Oh. Oh. Hakkenbillen. Hakkenbillen, goed. Knieën. Oh, daar gaat hij. Hoger de knieën. Hoger de knieën. Hou vol. Thuis ook, gaat geweldig. Knieën. Het hoogst wat je kan. Hoogst wat ik kan. 5 seconden. Ja. 3, 2, 1. Niet dit hakken. De volgende oefening is weer een buikspieroefening. Maar je hebt er iets voor nodig uit je huiskamer. Alsjeblieft, niet te zwaar. Je hebt 20 seconden. Pak
Wat heb jij gepakt thuis? Dit is Klaas. Klaas de paashaas. Heb je iets gepakt? Oké, dan mag je gaan zitten. En dit is een zware... Dit is een zware oefening. Dan gaan ze met de knietjes gaan gebogen. Zo, ja. Je houdt vast wat je hebt gepakt. Ik ben heel benieuwd wat je thuis hebt gepakt. En je gaat van links naar rechts. Van links naar rechts. Zo, ik heb heel veel van jullie filmpjes gezien. Deze hebben we al een keer eerder gedaan natuurlijk. En het was echt genieten met de hoofdletter G. Genieten met de hoofdletter G. Groots met een G. Huppakee. Hou vol, hè. Ja, goed zo, Lavetsie. Voel je hem? Juist. Als je ietsje naar achter gaat met je lichaam. Woe! Woe! Je voelt het ook weer branden. Oh, die broodjes, jongen. Man, man, man. Na deze workout, jongens. Oi, oi, oi. Lavetsie, kom op, hè. Oi, oi. Hoe gaat het met jou, Klaas? Ja? Ja, ik weet dat het... Ja, ik weet het, Klaas. Dit is inderdaad... Maar het is gewoon alsof het een attractie is. Kijk maar van links naar rechts, Klaas. Ja, dat zie je niet hebben, toch? Oké, sorry. Oh, ik ben aan het branden, jongens. Nog 10 seconden. Ga door. Woe! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Zo, en na deze heerlijke buikspieroefening, ook kom er maar bij liggen, Lavetsie, is het weer tijd voor de welverdiende rust. Normaal gesproken, als je ook veel beweegt, krijg je ook een beetje trek. Ik heb ook een klein beetje trek. Wat zijn eigenlijk goede, gezonde gerechten, Lavetsie? Kan je mij die benoemen? Spaghetti, broccoli. Broccoli, groentes, hè, zijn dat vooral? Vinden jullie dat thuis ook lekker? Wat is nou jouw allerliefste groente? Mijn allerliefste groente is... Als het maar groen is. Spinazie, andijvie. Wat is jouw lievelings? Doe dan maar spinazie. Ja, natuurlijk. Ja, Popeye had altijd spinazie. Hè? Daar word je hartstikke sterk van, natuurlijk. Laat jij ons even weten op de hashtag ZetSportAtHome wat jouw lievelingsgroente is. Ik ben heel erg benieuwd. En nu gaan we naar de volgende oefening. Zeker weten! We gaan namelijk naar de pokerjumps. Hocus pocus pokerjumps. Ja, weet je thuis hoe ze gaan? Ik wel. Hou je voeten bij elkaar, dicht bij elkaar, en je gaat kleine sprongetjes maken. Dus je knieën zo bij elkaar, je voeten bij elkaar. En doe mij gezellig mee, want we gaan namelijk vormpjes maken. En we beginnen met een vierkantje. Dus je gaat in vier. Hoeveel hoeken heeft een vierkant? Vier. Oké, dus je maakt vier sprongetjes. Hoek, 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 hoek. Dit kan makkelijk in de huiskamer, hè? Hup. Goed zo. En nu het vierkantje de andere kant op. Tik, tik. Vier sprongen maken, hè, Lavetsie. Hoe gaat het thuis? Als dit goed gaat, kunnen je sprongetjes wat groter. Oké, we maken een driehoekje. Dus voor, zij, terug. Voor, zij. Doe maar mee. Driehoekje, tik, tik. En een driehoekje, tik, tik. En de andere kant op. Tik, tik. Tik, tik, tik. Tik. Gaat-ie goed? En dan gaan we naar de laatste, en dat is een hartje. En dat mag je doen met kleine sprongjes. Hop, zo, even een boogje maken. Ja, we maken een hartje, speciaal voor jou. Ja, kijk eens, een hartje, een hartje. Tik, 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 rik, rik, tik, 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 tik. Hocus, pocus, 5, 4, 3, 2, 1. Wat we gaan doen, is zo direct op de plek deze oefening. Maar het is natuurlijk nooit hetzelfde bij ons. We gaan er onze armen bij bewegen. Dus 3, 2, 1. Doe ons lekker na, maar wel een beetje actief, Lavetsie. Ga eens even een beetje rennen op die plek. Ga eens een beetje rennen op die plek. Goed zo, en dan gaan we de armen mee bewegen. Hoi, hoi, hoi. Ja! Heb je een goed ritme te pakken? Of ben je een beetje aan het vogelen met je armen? Ik weet niet zo goed waar ze naartoe moeten. Nou, probeer een beetje een ritme te pakken. Tik, tik. En zie je wat mijn vingers doen? Mijn vingers gaan naar vuisten en mijn vingers gaan strekken. Zie je dat? Zie je dat? Zie je dat? Ja, dit is knap, hè, van mij. Ja, Lavetsie, hou vol. Is lastig, hè? Nou. Wow! Running dames, running mannen thuis. Ga door, ga door. Heb het erin te pakken. Kijk eens wat ik met mijn knieën doe. Mijn knieën. Oh, ja. Oh, dit is zo lastig. Het is bijna een rekensom. Ja, het is bijna een rekensom. En dan sluit je af met de... Hoe gaat het, Lavetsie? Oh, ja, oké. Okay. Ja, deze kennen jullie thuis wel, hè? Dit is de... Switch. Oei!
Het moment waar jullie allemaal thuis op hebben gewacht is natuurlijk de challenge. Wat we gaan doen is een minuutje lang zoveel mogelijk sit-ups maken als dat je kan. Schrijf ze op en laat ons weten op hashtag ZetSport at home. Oké, we gaan zitten. Nou, Betsy, even wachten nog totdat het startschot is gegeven. 3, let op. Ja. 2, 1. Oké, en daar gaan we. Omhoog. En als je nou voor jezelf denkt van, hey, de tempo wat jullie nu aanhouden, Lavetsi en Nathan, dat vind ik niet zo heel snel. Dan mag je natuurlijk je eigen tempo gaan bepalen. Bam, en dan voel je het als het goed is in je buikspieren. Uitstekend, Lavetsi. Ik kan niet hoger dan dit. Dit is prima, prima. Als dit nou lastig is en er is iemand bij jou in de buurt, laat anders eventjes je voeten vasthouden. Of ga dan gewoon opzitten. Dat kan ook, hè. Dat deden wij vroeger altijd bij voetballen. Kom maar omhoog, Lavetsi. Kom maar omhoog. Raak mijn rug aan met je handen. Oh! Ja, dit is hem! Ga door thuis, ga door. Kom maar. Ga door thuis, ga door. Hup, hup, ga door. Oh, dit ziet er heel gaaf uit. Wat is jouw record? Kom op, je persoonlijke record halen. Challenge, kom op. Daag jezelf uit. Daag jezelf uit. Tot de max. Kom op, power geven. Nog 10 seconden. Wow. Kom, Lavetsi, omhoog, jongen. Omhoog. Je record was 30, toch? 34. 34, hou vol. Kom op thuis. 4, 3, 2, 1. Oké, kan je thuis. Wat zit ik weer van je te genieten. Wat is je record? En we gaan weer door naar de volgende oefening. En daar kan je wel iets vaars voor hebben. En we hebben 20 seconden de tijd om het te pakken. Papa, hij loopt al, hè? Tuurlijk loopt hij al. Ha, pak iets zwaars, hè? Dit is wel echt heel zwaar hoor, Lavetsi. Oh, je zei toch iets zwaars? Ja. Jij komt met wasmiddel. Het is zwaar hoor, voel maar. Nou, oké. Wat we gaan doen, is we gaan ietsje door je knieën. Niet helemaal staand en dan zo pakken. Door je knieën, beet pakken, naar je borstbeen halen en boven je hoofd. En dan weer rustig terugzetten. Goed zo, door je knieën, naar je borstbeen en uitstrekken. Wow. Ik heb wel een goeie. Goed zo, Lavetsi. Ietsje je voetjes iets breder. Ietsje je voetjes iets breder. Goed zo. Juist. Zo. En omhoog. Goed zo. Paats. Paats. Oh. Ik heb echt iets. Oei, 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 oei. Ja, doei. Ja, ga door, ga door. Wow, naar je borstbeen. Af en strek uit die armen. En ga door. Hoeveel keer heb je dit al gedaan? 50 seconden. Doe nog even snel. Doe nog even snel. 2, 1 en oké. Ik zeg je jongens, dit was echt zwaar man. En dan zijn we aangekomen bij de cooling down. Ja, het einde van de workout. Dus doe met mij mee. Ga op je tenen staan en strek je helemaal uit. En dan denk je, ja maar Nathan, dit is toch makkelijk. Maar hou dit eens vol 30 seconden. Want we gaan namelijk op je tenen zo groot maken als dat je kan. Als een ballerina. Op je tenen, Lavetsi, op je tenen. Blijf op je tenen staan. Door de huiskamer. Ja, ja. Voel je het in je kuiten. Strek jezelf eens helemaal uit. Echt op je allerlangst. Echt als een giraf. En nu ga je een klein pirouetje maken. Op je tenen. Zo, ik voel het in mijn kuiten, jongens. Als je echt goed op je tenen staat. Pirouetje. En nog 4 seconden. Hup, rechts, links. En. Tadaa. Hadden wij al tegen jou gezegd dat we het fantastisch vinden dat je weer hebt meegedaan aan de ZetSport at Home Workout. Geweldig gedaan. Als je nu dit niet zo heel zwaar vond, dan kijk je hem 2 keer of 3 keer of 4 keer. Zeker weten. En dat kan natuurlijk op het YouTube-kanaal van ZetSport. Je kan ook meerdere keren kijken. Ja, je kan zoveel kijken. Maar dan moet je echt Popeye zijn. Dan moet je echt wel heel sterk zijn en heel veel spinazie eten. Dat hebben we vandaag benoemd. Ja toch? Dus misschien vanavond wel. Tot de volgende keer weer. En dan zien we elkaar weer in hele fitte toestanden. Hoi hoi! Ik had heel graag met je workout mee willen doen. Maar ja, ik moest voor jou met de trap. Dus ik ben nu pas boven. Ik volg het de volgende keer wel weer.
Dank je, Nathan.